Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vrouwen van Hetty, een programma voor, over en door vrouwen. In de Vrouwen van Hetty praat ik met mijn gasten over hun leven, hun werk, hun dromen, hun wensen, hun hobby's, hun struggles. En vandaag praat ik over het onderwerp Alzheimer, dementie. En ik praat met Linda Rovers en Dolly Verhoeven. Linda is werkzaam als GVP'er, en dat betekent gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. En Dolly Verhoeven vertelt over de lange periode dat haar man aan Alzheimer leed. En hij overleed eind 2022. Muziek is in handen van Charlotte Woudenberg. We zijn te gast bij Ons Honk. Welkom bij de Vrouwen van Hetty. Welkom. Gezellig. Nou ja, gezellig. Het onderwerp is niet gezellig trouwens. Helemaal niet. Maar wel fijn om erover te praten, omdat er toch heel veel mensen lijden aan dementie. En Linda, jij werkt bij het dagelijks leven. Dat zit trouwens op 100 locaties in Nederland, zag ik. Klopt. Echt een grote organisatie. Maar bestaat dat al heel lang, dagelijks leven? Waar ik werk is het Zuiderparkhuis. En dat bestaat bijna 6 jaar. Oké. Ja. Ja. En jij bent, je bent sowieso verzorgende IG. En ja. IG betekent, ik heb alles even opgezocht, individuele gezondheidszorg. Jij bent ook eerste verantwoordelijke verpleegkundige voor een paar mensen waarschijnlijk, ja. Voor ja. Een paar cliënten. Ja. Maar ook GVP'er, omdat jij gespecialiseerd bent in psychogeriatrie, dus ja. Dementie. Ja. En daar geef jij ook presentaties over. Ja. Ja. En dat is een heel uitgebreid onderwerp waar veel over te vertellen is. Is, ja. Toch? Ja. En Dolly, jij bent eerder mijn gast geweest, ja. Vorig jaar april. Ja. Was dat. Toen ging het over Gelderse geschiedenis. Ja. Want daar... Daar hou ik mij mee bezig. Daar hou je mee bezig. Je bent nog weer met een boek bezig. Klopt, ja. Gisteravond tot 1 uur nog zitten schrijven. Ja. En we hebben toen ook wel het onderwerp dementie aangekaart, omdat jij ook heel veel doet voor de Alzheimer Stichting. Ja, klopt. En dat is natuurlijk vanwege het feit dat jouw man... dementie had, ja. Ja. En uiteindelijk, we gaan het hebben over de fases. Jij kan er vanuit vertellen, Linda, vanuit je professie, zeg maar. En jij en ik, Dolly, ja. Wij kunnen allebei als ervaringsdeskundige vertellen van hoe dat in zijn werk ging. En dat vind ik eigenlijk, ik zat op de fiets net en ik dacht, eigenlijk is dat heel raar. Ieder mens is uniek, maar als het gaat om, als je aan dementie lijdt, Alzheimer, dan ben je niet meer uniek. De fases zijn allemaal hetzelfde. Misschien is... Oké, daar heb jij... Wat wil je erover zeggen, Dolly? Nou, de fases zijn misschien wel hetzelfde. Maar de manier waarop mensen hun ziekte doormaken... kan wel heel erg verschillend zijn. Juist omdat het in je hersenen zit. En bij de een zit het op dit plekje meer... en bij de ander op dat plekje. Dus je kunt... Het kan zich heel verschillend uiten eigenlijk toch ook wel weer. Toch ook wel weer. Ja. Ja, ja dat is... Ik heb een paar voorstellingen bijgewoond over dementie... En dat en eigenlijk alles, dat vond ik ook wel grappig eigenlijk, alles wat ze zeiden, daar had de hele zaal, die zei ja. Dus het is inderdaad, ja. Maar ieder mens is toch verschillend ook. Ook. En inderdaad wat je en ook zegt, hoe mensen ermee omgaan, in hoeverre ze het accepteren of ze zich er tegen verzetten, dat maakt allemaal wel heel veel uit. Ja. Ja. Hoe lang werk jij al, Linda, in deze... Ik werk dit jaar 40 jaar in de zorg. Zo. Werk ik. En ik denk, ik was een beetje aan het graven. Volgens mij werk ik zo'n de laatste 25, 30 jaar met mensen met dementie. Oh, zo lang al? Ja, ja. Je hebt me echt mijn hart gestolen. Ja. Ja. Ik ben eigenlijk op mijn 18e begonnen als keukenzuster. Zo heette dat toen nog. Ja. Ja. Later werd dat genoemd als voedingassistenten. Ja, tuurlijk. Met verschillende doelgroepen heb ik gewerkt. Ja. En toen... Later kwam ik in aanraking met de mensen met dementie. Oh, ik vond het zo'n wondere wereldje. Vind het zo boeiend. Wondere wereld. Ja. En ik ben er verder in gaan leren ook. Toen ook daarom ook als GVP'er. Dat je meer gespecialiseerd raakt in dementie. Ja. En de mens en alles daaromheen. Dus, wat ik ook heel belangrijk vind. Omdat daarom ook graag een presentaties erover geven.
om alle betrokkenen die rondom de mens met dementie zijn, zoveel mogelijk mee te nemen. Wat dementie is en hoe ga je daarmee om? Ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Want dat is ook, daar wil ik het ook over hebben. Want dat is ook gewoon, je leeft met z'n allen erin in mee. En je maakt met z'n allen mee hoe iemand van dichtbij je dierbare gewoon de eerste tekenen krijgt. Dat je denkt, maar dan weet je het nog niet. Kan jij iets meer vertellen, Linda, over de eerste periode dat je eigenlijk gewoon denkt van ja, er is iets. Wij hebben in het dementieproces heb je het vaak over de fases. De vier fases: bedreigde ik, verdwaalde ik, verborg ik en de verzonken ik. Vaak de bedreigde ik fase, dan woont iemand nog thuis. En die voelt zich eigenlijk dan bedreigd in zijn eigen bestaan door geheugenverlies. Misschien wel herkenbaar. En achter de gesloten deuren zie je dat het vaak nog allemaal goed gaat. Maar voor degene die eigenlijk denkt, de regie gaat verliezen, eigenlijk over zijn eigen bestaan. Hij raakt een beetje de touwtjes kwijt. Het gaat ook voor de buitenwereld wat verbloemen om zich goed te houden. Maar vaak zie je in zijn vertrouwde omgeving dat het allemaal nog goed gaat. Ja. En vaak komen de signalen van buitenaf of door familie. Degene denkt, dit wordt onverantwoordelijk, dit gaat niet meer zo. Dan moet ik er wel bij zeggen, niet iedereen voelt zich in de eerste fase ook bedreigd. Je ziet ook heel vaak als iemand dan toch wel opgenomen wordt in een zorginstelling. Dat er ook wel een last van diegene afvalt. Die verantwoording gaat weg om zich te dragen thuis, om zich goed voor te doen thuis. Ja. Die last valt af. Ja. Dat zie je. Ja, dat ken ik ook. Ja. Zullen we per fase even... Oh ja. Ervaring, hoe dat met jouw man Volkert ging. Ja, zijn moeder had ook dementie gehad. Dus hij wist wel een beetje wat hem te wachten stond. En hij heeft het heel erg lang ontkend. Hij wilde, er gingen allerlei dingen mis. Op zijn werk gingen dingen mis. Hij deed de boekhouding voor mijn bedrijf. Op een gegeven moment raakte hij de codes kwijt van de Belastingdienst. Kregen we boetes. Dan ga je het gesprek aan omdat je denkt, er klopt hier iets niet. Maar hij wilde absoluut niet een diagnose laten stellen of zich laten onderzoeken. Dus hij heeft al heel lang geprobeerd om het gewoon vol te houden. Ik wil. Heel ontkenning, hè? Ja. Ontkenningsfase noemen ze het ook wel, hè? Ja. Ja, dat is wel... Moeilijk en verdrietig om dat aan te zien. Ja, om daar als partner... Ja. Ja, en ook om daar voor jezelf een vorm in te vinden. Van, ja, hoe ga je daar mee om eigenlijk? Ja. 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 Fase 2, we gaan gewoon om en om. Fase 2 noemen ze vaak de verdwaalde ik-fase. Dan gaan mensen eigenlijk wel weer verder in hun dementie. En bij de verdwaalde ik-fase raakt men steeds meer gedesoriënteerd in tijd, plaats en persoon. En dan vraagt de bewoner zich eigenlijk af, de mens met de mens zich af, wie ben ik eigenlijk, waar ben ik eigenlijk? Gaat steeds meer terug naar het verleden. Je hoort ook wel vaak als iemand vraagt naar zijn vader of moeder, dan is dat vaak al een signaal, oh, die gaat weer de fase verder, die raakt echt verdwaald in zijn eigen ik. Wat daar de mens heeft dan heel erg nodig om emoties te uiten. Zijn echt een beetje zoekende, waar ben ik nou? Je ziet ook wel vaak mensen die al in de verdwaalde ik zijn, lopen wat doelloos rond, zoekende naar verleden. Ja, dat is eigenlijk de tweede fase die ze zo noemen. Ja. Ik weet niet of je dat ook herkent. Iedereen doorloopt het ook allemaal weer verschillend. Ja. Het hangt ook af net wat voor vorm van dementie iemand heeft. Ja, en waar je op dat moment ook bent, hoe snel je wordt opgenomen. Precies. In het verzorgingshuis. Ja. Hoe lang je nog thuis blijft wonen, hoe dat dan gaat. Ja. Dat wordt ook weer... Mijn man is heel lang, die is alleen de laatste 4 maanden van zijn leven, heeft hij in een zorginstelling gewoond. Dus die is heel lang thuis gebleven. En dan heb je wel de vertrouwde dingetjes om je heen. Dus dan houdt iemand het langer vol of zo. Ja, zeker. En jij ook natuurlijk. Ja, alhoewel het ook niet altijd eenvoudig is. Nee. Maar iemand kan wel een beetje op zijn routines terugvallen, inderdaad. Ja. Dan gaan we zo weer over verder. We gaan eerst naar muziek. Charlotte, hoe was het in de Charlotte heeft in de Grote Kerk opgetreden, vorige week zaterdag. Ik had mijn eerste huwelijk van het hele jaar. Mijn eerste, mijn enige bedoel ik. Ja. Af en toe doe ik nog dingen als trouwambtenaar of als ceremoniespreker. Dus ik kon niet en dat vond ik zo jammer, want je hebt gewoon, hoe lang heb je opgetreden?
Ja, bijna 2 uur. Ja. Wel een pauze van een kwartiertje, 20 minuten. Ja. Maar 19 nummers. Heb ik ja gehoord. Joh, hoe ging het? Ja, ja, heel. Ik heb een stukje op Facebook gehoord. Mijn geluid is natuurlijk geweldig daar, hè? Ja, daarom doe je het al. Voor het geluid is zo heerlijk. Het galmt lekker. Ja. En het geluid klinkt gelijk goed. Dus het kost ook veel minder moeite om te zingen dan. Ja, dus ja, dat klopt. Ja. Dan hou je het wel vol, 19 nummers. Ja, en ik vind in de kerk zingen altijd heerlijk. Ja. En, dus nu kreeg ik de kans van Guus Essers. Ja. Dat is van de Guus Essers band. Ja. Vroeg of ik daar wilde zingen. Ik zeg nou, graag. Dus, ja, leuk. Heerlijk. Ja. Nou, wat ga je nu zingen voor ons? Ja, een nummer van Anouk. Ja. Een oud mooi nummer. I Don't Wanna Hurt. Oh, die is vind mooi. Ik zo'n mooie, ja, heel een mooie mooi. Sfeer zit er ook in. Dus, ja. Breaking things we can't repair. None of us will take the blame. No, nothing can be done this time. All the memories that we've made, I threw them all away. There's no need to talk it over. So, how do we know how much we've lost? Will the moon be shining as bright as before? And as I'm singing this song, tears well up in my eyes, and I will always wonder why I will ever have the life I wanted. Wat ik bij mijn eigen moeder heel erg merkte was, mijn moeder heeft uiteindelijk, was 89 toen ze overleed, hè, dus gelukkig, Jan was natuurlijk heel jong, dus hè, die periode, mijn moeder had last van de hart, maar daar is ze niet aan overleden. Hmm. Heeft ze gewoon 30 jaar de hart op halve kracht gehad, maar uiteindelijk overleed ze door, ja, ouderdom, dementie gewoon. Maar die hele periode toen ze nog wel thuis woonde, naast mijn zusje, met thuiszorg, dat er een hele periode was dat
Ja, dat wij allemaal dachten van, we kwamen ook later achter dat ze allerlei dingen in was had bewaard in emmers met water. En toen ze eenmaal naar het verzorgingshuis ging. Maar daarvoor, die hele periode, was ze ook heel erg warrig, maar ook mensen beschuldigen. Mijn moeder was heel erg in, ze doen steeds bij mij de verwarming uit. En mijn zusje woonde ernaast, dus die moest alles, die heeft echt de laatste jaar, denk ik, ongeveer, van dat mijn moeder thuis woonde, of in de garage was dat dan. Hè? Mijn zusje het ouderlijk huis en mijn moeder half in de garage, half in de schuur, een leuk appartementje. Maar ze was gewoon heel erg achterdochtig. En dat is gewoon, dat is heel moeilijk voor de mensen die naast je. Had jouw man daar ook last van? Nee, achterdochtig niet. Hij werd wel heel onzeker. Hij durfde dingen niet meer zo goed. Hij ging bijvoorbeeld vaak fietsen met een groepje fietsers. En daar had hij heel veel plezier aan. Maar dan 's ochtends zei hij, ik ga niet, want ik heb niet zo'n goede conditie. Of dan was hij bang dat hij niet mee kon. Oh, of ja, hij kon het niet overzien. Of zo moest ik hem echt soms, behoorlijk pushen. Van, kom op, eerst de fietskleding aan. Dan gaan we eerst ontbijten en dan zien we daarna weer. Stapje voor stapje. En als hij dan wel ging en hij kwam terug, dan was hij helemaal blij. Dus het was wel de moeite waard om hem te pushen. Ja. Maar dat was heel lastig. Maar hij werd op allerlei punten werd hij gewoon onzeker. Ja. En hij zei het soms ook wel, mijn hoofd doet het niet goed meer. Ja. Mijn hoofd doet het niet goed meer, ja. Kan je nog meer vertellen over die... Dat is wel triest. Ja, ze raken ook een beetje dan de controle kwijt over zichzelf. Hè? Ja. Dat ze het geheugen hun in de steek laat. En de angst... Dat is ook eigenlijk het grootste onderdeel, hè? De angst. Ja. En wat gaat er gebeuren? En dan ook die controleverlies. En dan komt er iemand anders eventjes de boel controleren. Of de kachel zachtjes draaien. En dan kennen ze ook nog wel eens fel reageren. Hè? Dat ook nog wel eens. Van waar bemoei jij je mee? Maar ook, als ze op een gegeven moment hunzelf... Ze gaan stukje voor stukje raken ze hunzelf kwijt. Hè? In de dementie. Dat zie je ook als ze verder gaan in die verborgen... ik-fase, het woord zegt het al, hè, dan raakt ze steeds meer verborgen. Dat noemen ze eigenlijk de derde fase in het dementieproces. De houding geeft het al aan, verborgen. Ze sleutelt zich steeds meer af voor de buitenwereld. Ik weet niet of je dat ook herkent, hoor, bij je man of bij jouw moeder. En ze gaan steeds meer minder contact maken met de buitenwereld. En de buitenwereld denkt dan echt van... ze zitten dan in hun eigen, verborgen... Maar het is dan heel belangrijk dat de buitenwereld wel blijft zien dat er zeker wel contact mogelijk is. Dat ze echt nog wel contact hebben, behoefte hebben aan dat contact. Dus we noemen het ook wel eens stille willies. Noemen ze dat ook wel eens. Dan zitten ze eigenlijk in hun eigen verborgen ik. Zitten ze steeds minder mogelijk met de buitenwereld. Dus ze uiten zich ook steeds minder. Ik weet niet of je dat ook... Dat ook herkent. Ja, bij mijn man was taal op een gegeven moment echt een probleem. Ja. Hij begreep taal gewoon niet meer. Nee, dus, klok kijken. Ja, nee. Kon de klok niet meer. Maar gewoon ook iets tegen iemand zeggen. Van, hij vond het altijd heel fijn om te helpen. Dus dan zei ik van, zet jij de borden even op tafel. Maar dan moest ik eigenlijk met hem meelopen met die borden en hem voordoen wat de tafel was en waar hij ze dan neer moest zetten. Want hij snapte gewoon... Niet meer. Die opdracht, samenhang. Begreep hij gewoon niet meer. Nee. Ja, mijn moeder is natuurlijk ook lang thuis geweest. Dus ik denk dat de eerste fase bij mijn moeder heel lang is geweest. Mm-hmm. En toen ze eenmaal, zei je ook, toen ze eenmaal opgenomen was en eigenlijk had ze daar zin in, daar waren we allemaal heel bang voor... Ja. Ik dacht, die wil niet, hè? Want dat zei ze vroeger ook, knoop me dan maar op. Als ik druk maar een kus op de kop, want dan ga ik echt... Ik ga nooit in een verzorgingshuis. Ze had heel veel vrijwilligerswerk gedaan. En al heel veel mensen in Beekbergen, hè? Ben ik de naam weer kwijt? Zonnehuis. Zonnehuis, ja. Ja, daar heeft ze gewoon heel veel mensen bezocht. En gedacht, dit wil ik echt nooit. Maar op laatst, omdat ze zelf ook allemaal troep om zich heen verzamelde... En ook zo'n verzamelwoede en ook gewoon geen ruimte meer had om de kont te keren, zeg maar. Was ze eigenlijk best blij, want daar kreeg ze best een grote kamer.
Ja, en er valt ook een last van ze af. En ze hoefden zich niet meer groot te houden. Dat merkte ik daar heel erg. Dus uiteindelijk heeft ze maar 1,5 jaar, waarvan ook dan nog een jaar in de gesloten afdeling dan, omdat ze steeds wegliep en dan verdwaalde. En dus wat dat betreft, die laatste fase, of de eerste fase bij haar heeft best lang geduurd. En die laatste twee gingen eigenlijk toch wel vrij snel. Maar ja, ze was ook al oud natuurlijk. Maar wat vertelde jij net over die derde fase van... Verborgen ik. Verborgen ik. Ja. Dat noemen ze eigenlijk in het dementieproces dan de derde fase, de verborgen ik-fase. Ja. Dan gaat dat de mens steeds meer in zichzelf gaat. Ja. Ja. Het woord zegt het al, hè. Verberg zich, de verborgen ik. Gaat steeds meer in zichzelf. Dat er minder en contact te maken is. Minder wisselwerking met contacten mogelijk. Ja. Ook door de afasie, de woordstoornis. Ja. Ook helemaal in zichzelf, ja. En dat is wat wel heel belangrijk is, dat de buitenwereld heel vaak denkt dat er geen contact meer mee mogelijk is. Maar niets is minder waar. Nee. Er is nog heel veel contact mogelijk. Ja. Echt die warme zorg, dat snoezelen, die aanraking. Ja. Er is heel veel behoefte aan. Daarom ben ik blij dat mijn moeder eigenlijk de laatste 1,5 jaar van haar leven, toen ze eigenlijk dat nodig had, ook de aandacht die ze daarvoor... Mijn moeder was heel onafhankelijk en die was liever alleen. Kon ze lekker muziek draaien, dat was niet meer zo. Ze wilde inderdaad aandacht, aanraking. Dat was zo niet mijn moeder. Yeah. Maar toen wel. En ook dat vond ze toen heel fijn. Yeah. Ook dat er met haar gepraat werd. En dat ze spelletjes kon doen. Yeah. Ook winnen wel weer. Dat had ze ook wel weer. Ja, oh ja. Ja. Ook wel heel mooi om toch de oude Ans daarin door te zien. Voor jezelf ook. Zijpelen. Hè? Ja. En dan heb je ook het gevoel voor jezelf dat je het weer goed doet. Hè? Ja. Want je wil zo graag dat contact houden. Ja, je wil gewoon, je wil het voor haar goed doen. En maar ook gewoon zelf. Want hoe kijk jij ook als partner? Ja, weet je, ik heb wel heel veel inderdaad, op een gegeven moment gaat praten bijna niet meer. Maar ik heb wel heel erg gemerkt dat tot eigenlijk bijna tot het moment van overlijden, dat je wel contact met hem kon maken. Ja. En zelfs ook grapjes op de een of andere manier. Oh, ik weet het, de dag voordat hij overleed kwam een nichtje van hem en daar reageerde hij heel sterk op. Hij lag toen al op bed en hij had zijn hele expressieve wenkbrauwen en dan keek ze hem aan en dan ging hij terugkijken. Oh, en weet je, hij zat gewoon eigenlijk in zijn mimiek grapjes met haar te maken. Och, dat was zo bijzonder voor iemand die eigenlijk al zo ver weg is en ook aan het overlijden is. Ja, krijg je wel kippenvel van. Ja. Dat en daaruit kun je wel heel goed zien inderdaad, dat je in alle omstandigheden toch dat contact kunt blijven maken. Ja, hoe je het ook doet, of met aanraking is, wat dan ook. Ja. Of met muziek, of stem. Je stem, met muziek, heel belangrijk. Ja, en de geuren zijn ook heel belangrijk. Ja. We gaan weer naar muziek. See you.
De allerlaatste fase. Ja, dat noemen we de verzonken ik-fase. Niet iedereen doorloopt deze fase, moet ik erbij zeggen. De verzonken ik-fase ligt de mens met dementie vaak op bed in foetushouding. Dat is eigenlijk de beschermde houding tegen de buitenwereld, noemen ze dat ook wel. En dan is er eigenlijk helemaal geen wisseling, werking in contact meer mogelijk. Wat bij deze fase heel belangrijk is, dat er gesnoezeld wordt, snoezelen, warme zorg, geuren, muziek. Ja, ik zie altijd bij deze fase weer dat iemand weer teruggaat naar de baarmoeder. Ja, dat heb ook eigenlijk met de vier lagen te maken. Van emotionele lagen in het brein. Ja. Dus dat is eigenlijk, niet iedereen doorloopt deze fase. Nee, ja. Mijn moeder maar een paar dagen. Oh, ja. Want, ja. Want zoals jij het beschrijft, had ze dat de week ervoor ben ik nog met haar een ijsje gaan eten. Ja, ja. Gelukkig, ja. In de rolstoel. Ja, ja. En, ja. Gelukkig, en jou, ja. Ja, nee, mijn man, mensen vragen mij wel eens van, hoe kan je nou doodgaan aan dementie? Wat gebeurt er dan? Ja, want je hart die begeeft het ja, niet. Ja, nee. En ik heb begrepen dat je, soms krijgen mensen ontstekingen of... In het geval van mijn man, die begreep niet meer wat eten. Die had zijn prikkel om te eten en te drinken was verdwenen. Dus hij kreeg eigenlijk heel weinig binnen. En je kon hem iets te drinken geven, maar hij begreep niet dat hij dat door moest slikken. Nee. En ja, dan als je niet meer eet en drinkt, dan gaan er natuurlijk allerlei functies uitvallen. Dus dan is dat de manier waarop dementie eigenlijk een einde aan het leven brengt. Ja, eigenlijk. Ja, dat klopt. Herkenbaar wat jij zegt. Ja. Heel vaak komen mensen met dementie ook overlijden inderdaad aan een urineweginfectie. Of aan een longontsteking. Oh ja, omdat ze gewoon zo kwetsbaar zijn. Zo kwetsbaar en die prikkel in de hersens dat niet meer doen. En ook het eten. Je ziet heel vaak ook, ik merk ook wel heel vaak op mijn werk, ook als iemand niet meer eten wil. Ik zeg ook heel vaak, het is een heel natuurlijk proces. Ja. De hersens, het brein is daar zo beschadigd dat hij niet meer dat hongergevoel. Ja. Van ik heb trek, ik wil wat eten, dat is weg. Ja. Best wel gek hoor, want je bent in eerste instantie denk je, hij wil geen koffie meer, dan geven we iets anders. Of hij snapt niet dat hij moet kauwen, dan geven we vla. Ja. Je bent de hele tijd oplossingen aan het bedenken. Ja. Tot je op een gegeven moment moet constateren, dit is wat het lichaam doet. Ja. Daar moet je je bij neerleggen. Ja. En werd jij begeleid? Er was een goede huisarts, wel, die kende hem nog niet zo lang. Maar die heeft wel heel erg geholpen om te zeggen, ja, maar we gaan hem niet naar het ziekenhuis en aan infuusen. En in het huis zelf waar hij woonde, dat was trouwens ook een huis van dagelijks leven. Daar waren mensen wel heel, heel lief, zeg maar, voor hem en voor mij ook in die laatste fase. Dus je mocht daar ook blijven slapen en je kon, er werden boterhammetjes voor je gesmeerd. Ja, dat is wel heel herkenbaar. Erg fijn, hoor. Ja. En daar heb ik dus groot respect voor, want ook, het is gewoon eigenlijk altijd druk. Ja. Altijd te weinig mensen. Ja. En iedereen voelt zich heel verantwoordelijk. En ik heb echt gewoon staan huilen met de EVV'er samen. Ja. En die zegt, we gaan jouw moeder zo missen straks. Ja. Want die bracht echt leven in de brouwerij, de moeder. Ja. Had humor. Ja. Dan denk je, zie? Gewoon heel mooi. Ja. Ja. Wat heb jij uiteindelijk geleerd... Ook over jezelf. Heb jij ook? Want voor jou was het natuurlijk ook als partner. Oh, dat is een grote vraag. Ik heb denk ik wel. Ik heb een aantal dingen geleerd. Daar kan ik ook wel een uur mee vullen. Maar gaan we niet doen, hè? Nee. Het belangrijke is om wat zachter en wat liever en wat rustiger te zijn. Ik ben een beetje zo van, nou kom op. En dat waren we eigenlijk samen ook wel. Hè? Ja. Ieder zijn eigen leven. Je doet nu. Nou, je moet op een gegeven moment gaan meebewegen. Dat is moeilijk. We hebben echt conflicten gehad waarvan ik achteraf denk... Oh. Was dat nou nodig? Het is moeilijk. Ja, dat is echt heel moeilijk. Ik heb ook wel geleerd, ook heel moeilijk, om hulp te vragen.
En dat is, ja, weet je, want er zijn best vaak mensen die zeggen, als ik iets kan doen, dan moet je het zeggen. Ja, maar dat werkt niet. Nee, maar je zegt het niet zo gauw. Nee. Maar om naar een buurvrouw te gaan en te zeggen, joh, het is mooi weer, ik zou eigenlijk best graag even een uurtje naar het zwembad willen, maar kan jij dan even met hem thee drinken, weet je? Om dat te doen, dan moet je wel een drempel overheen. Ja. Maar dat heb ik wel geleerd op een gegeven moment. Dat moest je wel. Ik moest wel, maar het dat is overleven, goed. Hè? En het heeft me ook geleerd dat het ook belangrijk is, want daar betrek je je omgeving ook, daarmee betrek je omgeving er ook bij. En dat is eigenlijk ook weer heel belangrijk. Ja, ja, want ja. Die willen eigenlijk... Ze willen graag iets doen. Ja, want je hebt best wat mensen of familie, geloof ja. ik. Hè, ja, jullie vrienden hebben heel erg geholpen uiteindelijk. Ja. En dat was ontzettend fijn. Dat is heel fijn. Want maar je moet het wel toelaten. Ja, dat is bij mij het voordeel. Wij waren met 4 dochters. Ja. En dan een paar schoonzonen ja. En iedereen was ja. zo... Mijn moeder kreeg de meeste bezoek van allemaal. Ja. Echt die hele periode. Af en toe kregen mensen helemaal geen bezoek. Ja. En mijn moeder kreeg dagelijks. En dat wist ze allemaal niet meer op een gegeven moment, helaas. Ja. Maar dat, ja, gewoon ook... En, nou, we hebben eigenlijk ook met een paar mensen ons best wel verdiept... In wat moeten we doen en wat moeten we niet doen. Want ja, in feite, hè, jullie zullen ook weten van als begeleider, zeg ja, maar. Begeleider ook van de familie. Sommige dingen, kan je een paar dingen noemen dat je zegt van... Ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Ik ben me steeds meer verder aan het verdiepen met PDL-zorg eigenlijk. Dat staat voor passiviteit bij dagelijks levensbehoeften. Ze hebben het altijd over de ADL, dat zijn de zorgmomenten. Maar je merkt dat mensen verder gaan in hun dementie. Dat stukje kwaliteit van leven wil je heel graag behouden. En dan geef ik heel vaak aan, waarom moet iemand nog douchen? Waarom douche je iemand? Kan ook warme zorg op bed geven. Oh, om ja. dat stukje kwaliteit van leven ja. Nog te houden, dat iemand toch nog kan genieten van het koffiemomentje. Ja. Of zijn eigen boterham kan eten. Die kleine ja, stukjes. Ja, dingetjes waarvan je weet van daar genieten ja. ze van. En waarom zullen we ze lastig vallen? Ja, waarom moeten ze gedoe? En dat is vaak een hele belasting als iemand verder gaat in zijn dementie. Ja. Dat doe je alleen als iemand douchen, doe je alleen als iemand ervan geniet. Ja. Als iemand dat nog zelf kan aangeven. Ja. En nog van, van kan genieten. Dat, daar ben ik wel steeds mee verder. Ja, PDA is een heel groot iets. Heb ik in mijn vorige werk heb ik daar cursussen over gedaan. En dat vind ik wel heel belangrijk om dat te gaan voortzetten. Ja. Ja. Okay. Als het niet meer hoeft. Waarom moet het als het niet meer hoeft? Ja, waarom moet je iemand daarmee... Ja, precies. Ja. Nog even, Dolly. Jij bent heel actief voor de Stichting Alzheimer. Ja. In Apeldoorn, maar ook landelijk of vooral Apeldoorn? In de regio. In de regio? Ja, in de regio. Maar ik ben belangenbehartiger geworden voor mensen met dementie in Apeldoorn. Maar Apeldoorn hangt in een grotere regio, Oost-Veluwe. Dus wij hebben het hoofdkantoor zit in Amersfoort. Maar je hebt overal regio's waar mensen met elkaar proberen om aandacht te vragen. Of de omstandigheden te verbeteren. In gesprek te gaan met gemeenten of met iedereen die maar betrokken is. Ja. En het organiseren van Wereld Alzheimer Dag. Dat komt er nu aan. Komt er nu aan, ja september toch? September. We hebben heel veel activiteiten op programma staan. Dus voor mij is dat wel fijn om er toch mee bezig te zijn nog. Maar toch weer een beetje dat doenerige, zeg ja, maar. Hè? Ja, ja in is. Feite altijd bezig blijven. Maar dan ook voor iets waar je eigenlijk ook... Ik heb gezien hoe belangrijk het is. Ja, en toch blijft een link naar je man ook op die manier. Ja, zeker. Heb je nog een nabrander dat je zegt van nou, dit vind ik echt belangrijk dat ik dit nog... Wat ik wel belangrijk vind, dat je heel veel bij mensen met dementie ziet als onbegrepen gedrag. Misschien herken je dat. Onbegrepen gedrag is eigenlijk, je merkt dat bij mensen met dementie gaat het gedrag sowieso veranderen. Ja. Gedrag wat je eigenlijk niet herkent bij jouw moeder of bij jouw man. Ja. Dat je niet herkent. Iemand die vroeger misschien heel kalm en lief was, kan heel opvliegend zijn. Dat is een gedragsverandering. Maar je ziet ook heel veel het onbegrepen gedrag. Dat noemen ze ook wel eens probleemgedrag. Onbegrepen gedrag is eigenlijk gedrag wat je niet herkent. Wat je niet herkent bij jouw naaste. Omdat het gewoon helemaal niet passend is. Precies. Je begrijpt de hele omgevingssituatie vaak niet meer. Ik zeg altijd, ze weigeren je zorg niet. Maar ze begrijpen de omgevingssituatie niet meer. Ik zeg ook altijd, onbegrepen gedrag mag er zijn. Zolang de bewoner of zijn omgeving daar geen last van heeft. Onbegrepen gedrag is bijvoorbeeld agressie. Jammeren. Weglopen. Vluchten. Dat, ja.
En dan moet je als naaste... Heel goed begeleiden. Weten je moet heel dat goed, dat er is. Ja, ja. Daarin begeleiden van hoe kun je er zoveel mogelijk voorkomen, onbegrepen gedrag. Ah, ja, dat is eigenlijk om huiselijke sfeer gezellig te maken. Ja. Gunstig te maken. Ja, zo min mogelijk prikkels. Ja. Nou, je bent iedere keer wel weer zoekende hoor. Ik vind het heel herkenbaar hoor. Ja. Toen mijn man in dat zorghuis woonde, toen hij begreep gewoon niet waar hij was. En dat leidde tot allerlei problemen. Ja. Dat hij bij andere mensen op de kamer ging en dan ging hij daar op een bankje zitten en dan wou hij niet meer weg. Want ik denk dat hij dan dacht, maar ja, dat is, ik vind het hier gezelliger dan op die kamer. Ook al hadden we die helemaal mooi ingedeeld met al zijn eigen boeken en zijn spulletjes. Maar ja, hij vond die nabijheid van iemand anders veel fijner. Maar die mevrouw van wie de kamer was, die had zoiets, wat moet hij dan op mijn wonen? Ja, moet hij dan hier? Ja, dat is echt heel moeilijk dan hoor. Ja. Heel herkenbaar. Ja. 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 Ik denk dat we hier nog uren over kunnen doorpraten. Maar die tijd hebben we niet. Dus we zijn weer aan het einde gekomen. Ik vind een heel interessant onderwerp. Ik kan er wel een boek over schrijven, denk ik. Ervaringen, jij ook. Nou, jij schrijft al boeken, dus het zou zomaar kunnen. En jij geeft er presentaties over. En ik lees heel veel boeken. Je leest heel veel boeken erover. Ja. Het is een nare ziekte. Ja. Maar het is ook wel weer heel interessant hoe dingen dan gaan. En ook vooral, of wat betreft je eigen naaste, die dat dan. En je leert veel over jezelf, heb ik ook wel gemerkt. Ja. Dankjewel, Linda Rovers, Dolly Verhoeven. Graag gedaan. Ja. We hebben net twee maanden vakantie gehad. We gaan nu weer lekker verder. Dus volgende maand zijn we er weer. Ik heb ook al een gast. Ik ben even kwijt ook alweer. Maar goed, we zijn op zoek naar gasten natuurlijk. Hou dan vooral de Facebookpagina in de gaten van de Vrouwen van Hetty. Dank aan Charlotte ook. En fijn dat je er weer bent. Alle zaterdagen. Hè? Geen uitzondering. Heel fijn. Ja, hij is echt heel fijn. En dank ook aan mijn team hier voor de ondersteuning. Bedankt ons Honk voor de gastvrijheid. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.